chameleon. Kijk door het gaatje. Oh, een gele eetje. Kwak, kwak, kwak. Samen met je baby of peuter in een boekje kijken, het zijn de leuke momenten van de dag. Dankzij Huppeleest in Sint-Niklaas krijg je dat helemaal onder de knie. Op een donderdag voormiddag brengt Huppeleest baby's, peuters en hun ouders of familie samen voor een gratis voorleessessie. De stad organiseert Huppeleest om taaldrempel weg te werken en zoveel mogelijk kans te bieden om Nederlands te oefenen. De kindjes ontdekken de kunst van samenlezen in een speelse manier onder professionele begeleiding. Wat zit daar aan het eten? Het lijkt wel op een aap. Via elk boek reis je een beetje. Ga je hobby's leren kennen, leer je nieuwe woorden schat, leer je elkaar kennen, is er een sociaal contact. Dus er is veel meer dan alleen maar praten tegen elkaar. Het is geen zwart-wit, maar er is heel veel kleur. De ouders zien ook naar ons toe hoe dan we met de boekjes omgaan en ze proberen dat ook al toe te passen. Meer dan alleen maar, dat is een bal en dat is een boom. Nee, dat is een mooie rode bal. Hij is rond en hij rolt doorheen de weide. Alleen maar dat kan je zeggen van het plaatje bal. En de ouders beginnen dus meer en meer interactief met hun kinderen bezig te zijn. Dat is de bedoeling. Dat is zeer belangrijk. En via deze manier kunnen wij de Nederlandse taal aanbieden. Maar niet alleen Nederlands is belangrijk, ook hun moedertaal is bijzonder belangrijk. Dus we proberen ook op zo'n momenten ouders of begeleiders die een andere taal spreken, ook dat te laten horen. Alle talen zijn belangrijk. Ja. Het is wel mijn eerste keer, maar ik vind het leuk de interactie tussen de ouders en de docenten hier. Dus dat ze die kinderen voorbereiden op wanneer ze naar school gaan straks. Dat is het beste. Door de media tegenwoordig merken we dat boeken toch wel wat op de achtergrond komen. En eigenlijk is het een heel leuk middel en een snel middel om kinderen ja, meer taal aan te bieden. Mensen denken dat het ook vaak enkel voorlezen is, maar zoals je hier gezien hebt, is het ook vaak gewoon wat prikkels geven en kinderen doen automatisch interesse in boeken. Ja. Dat is een lieve. Ai maar een keertje. Ai, ja, zo. Ai, ai. Ah. Ouders en kindjes worden hier ook verwend. Ze worden ontvangen met koffie, thee, koekjes, hapjes. En iedere keer dat de kindjes komen, krijgen ze een gratis stickers op hun buurtenkaart. Met 5 stickers kunnen ze direct naar de Biep Sint-Niklaas gaan voor een cadeau. En daar ontdekken ze een breed aanbod van boeken en ook verschillende activiteiten georganiseerd door de Biep. Bovendien is Huppeleest een ideale gelegenheid om in een ongedwongen sfeer andere ouders te leren kennen. Genoeg redenen dus om zeker eens langs te gaan bij Huppeleest. Het is gratis en iedereen is welkom. De voorleessessies vinden plaats in Stedelijke Basisschool De Tovertuin, Speelhuis Huppel in Huis van het Kind, de Bibliotheek van Sint-Niklaas en 2 opvangcentra. Voor een volledig overzicht en meer info kan je surfen naar sintniklaas.be/huppeleest. De volgende sessie is op donderdag 24 oktober in Speelhuis Huppel in het Huis van het Kind.